Vandaag gaan we het hebben over het verbeteren van schouderstabiliteit middels statische oefeningen. Stabiliteit is een ontzettend belangrijke voorwaarde in het gewichtheffen. Het gewichtheffen draait om hoogintensieve bewegingen met grote inwerkende krachten. Een goede stabiliteit, oftewel schouderstabiliteit, is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle lift. En ook een belangrijke voorwaarde om het blessurerisico te verkleinen. Wij raden aan, als we stabiliteit willen vergroten, zeker in eerdere leerfases, om te werken van statische naar dynamische oefening. En met statisch bedoelen we dat er uiterlijk geen beweging zichtbaar is. Dus er is sprake van spierspanning, oftewel krachtlevering, maar er is geen sprake van spierverkorting en spierverlenging. En ook geen beweging in de betrokken gewrichten. En dit noemen we isometrische spiercontracties. Bij dynamisch gaat het daadwerkelijk om beweging. Oftewel, er is sprake van spierverkorting en spierverlenging. En er is ook beweging in de betrokken gewrichten. En dit noemen we concentrische en excentrische spiercontracties. In de volgende video gaan we verder in op statische oefeningen voor het gewichtheffen. De voordelen van statische oefeningen, oftewel isometrische spiercontracties, zijn onder andere het volgende. Het vergroten van gewrichtstabiliteit. En dat is een erg belangrijke voorwaarde om je krachten op een efficiënte manier te kunnen overbrengen. Daarnaast versterkt het aanhechtingen, oftewel spier-pees-overgangen. En dit zijn vaak plekken die minder goed te trainen zijn of wat lastiger te trainen zijn. En door middel van statische oefeningen versterk je deze aanhechtingen. En daarnaast zorgt het vaak voor een verbeterde spierrecrutering. Oftewel, je bent in staat om meer spiervezels van een bepaalde spier te activeren, wat zorgt voor een grotere krachtproductie. En tot slot zouden we kunnen zeggen dat statische oefeningen over het algemeen makkelijker zijn dan dynamische oefeningen. Ze zijn eenvoudiger en minder complex, dus makkelijker om uit te voeren. Wij raden aan om tijdens statische oefeningen zoveel mogelijk gewrichtsstanden op te zoeken die overeenkomen met de doeltaak. In dit geval de snatch en de clean and jerk. Dit geeft de grootste transfer, oftewel de grootste vertaalslag. In deze en de volgende video gaan we twee statische oefeningen behandelen die schouderstabiliteit verbeteren. De eerste is een overhead kettlebell walk, waarbij je de kettlebell uitstrekt boven je hoofd. Belangrijk is dat je elleboog goed op slot zit. En vanuit hieruit ga je rustig lopen. Bij deze oefening werken de spieren die de schouder stabiliseren in isometrische condities. En het mooie is dat dit een unilaterale oefening is. Oftewel, links en rechts worden apart getraind, dus evenredig belast. Heel belangrijk bij deze oefeningen, zeker als je gaat lopen, is het behoud van rompstijfheid en rompstabiliteit. Dus niet alleen de schouder wordt getraind, maar ook nog eens je core of je romp. Wij raden aan om zo'n 2 tot 3 sets van zo'n 30 tot 40 seconden per kant te doen met een uitdagend gewicht. De tweede statische oefening die we behandelen is een overhead squat, voor de meeste gewichtheffers wel bekend. Ook hierbij is het weer belangrijk dat je je armen volledig op slot zet en dat je vervolgens gecontroleerd doorzakt. Maak een diepe squat met een rechte rompositie. Ook hier zien we weer dat de spieren rondom de schouder in isometrische condities werken, oftewel statisch worden belast. Dit is een bilaterale oefening. Je belast beide zijden gelijktijdig. En dit heeft een grotere transfer naar de doeltaak, oftewel snatch. Want dat komt daar ook in terug. Wij raden aan om zo'n 3 tot 5 sets van zo'n 1 tot 5 herhalingen te maken met een uitdagend gewicht. Succes!